Transplantatie heeft invloed op verschillende systemen van het lichaam. En dus ook op sociaal gebied, maar ook op relationeel gebied. En dus ook op seksueel gebied. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat na transplantatie seksualiteit weer normaliseert. Dus het is belangrijk om dit soort problemen, als die er zijn, te bespreken met uw zorgverlener. Ja, en de een praat daar nou eenmaal wat makkelijker over dan de ander. Dit geldt eigenlijk ook voor dokters en verpleegkundigen. Ik denk dat het belangrijk is dat je als patiënt de zorgverlener uitnodigt. Dus dat je vraagt van, ik zit met een probleem en ik vind dat een beetje lastig. Zodat je de zorgverlener uitnodigt om hierover te praten. Je hoeft als patiënt ook niet bang te zijn dat wij allerlei gekke vragen aan jou gaan stellen. Je houdt zelf de regie om te vertellen wat je wel en niet kwijt wil. En soms is dat ook lastig dat er angst is voor andere culturen. Het kan zeker zo zijn dat in de ene cultuur seksualiteit makkelijker bespreekbaar is dan in andere culturen. Dus ook voor de zorgverleners is het goed om daar oog voor te hebben. Maar omdat seksualiteit zo'n belangrijk onderdeel is van kwaliteit van leven, vinden we het wel belangrijk dat het besproken wordt. En als het toch lastig is om erover te beginnen, kan je het ook meer in algemene zin vragen. Van hoe is het eigenlijk met de seksualiteit na een orgaantransplantatie? En realiseer je ook als patiënt dat je nooit gekke vragen stelt als je het over seksualiteit hebt. Het is een doodnormaal onderwerp waar gewoon over gesproken kan worden en wat er gewoon bij hoort. Ja, want dat is eigenlijk de eerste stap naar oplossingen. En het kan zo zijn dat de oplossing vrij eenvoudig is. Dat je een medicijn verandert of een medicijn erbij geeft. Maar als de seksuele problemen groter zijn, dan hebben de meeste ziekenhuizen ook de beschikking over een zorgverlener die specifiek meer van seksualiteit weet. Een seksuoloog, oftewel een uroloog. En daar verwijzen we dan de patiënt naar. Dus bespreek het.